Gerard, ik kom zo bij je. Oh, fijn. Ik ga eerst nog even zingen. Goed? Heel graag. Hij is een heel naar dom jongetje dat op de school niks presteert. Maar met zijn scherp vlijm, scherp tongetje zijn kleine wereld regeert. Zijn lieve ouders en zijn verwanten tyranniseert hij dag in dag uit. Hij wil de baas zijn aan alle kanten. En gaat het niet naar zijn zinnetje, dan is het huisje te klein. Dan wordt hij kwaad als een spinnetje en je weet zelf hoe zo'n spin dan kan zijn. Zegt pa dat hij moet gaan zitten, gaat hij staan of lopen? Zeg maar, jongen, sluit de deur, zet die alles open. En zo gaat het lekker iedere dag. Hij laat wat hij doen moet en doet alleen wat niet mag. De meester op school heeft hem al een paar keer gezegd. Jij komt als je zo doorgaat nog eens lelijk terecht. Ja, ja. Het is een heel lelijk brilletje waar hij de wereld doorziet. Hij denkt dat enkel zijn willetje hoeft te regeren, meer niet. Hij is de schrik van zijn kleine broertje, hij is de plaag van zijn grote zus. En je moet oppassen of hij vloertje. In het gebruik van zijn tongetje is hij bepaald wel een ster. Hij is een heel naar dom jongetje, maar hij kan praten, dus brengt hij het wel ver.